Hey iedereen, de leuk die kijkt deze gloednieuwe video. Mijn naam is Jan en vandaag staan we voor attractiepark Slaharen. En ja, Slaharen bestaat dit jaar 60 jaar alweer. En dat moeten we natuurlijk aan vieren. Ik loop hier stage de komende tijd. Dus misschien kan je mij op de donderdag misschien wel zien in het attractiepark of de camping of het vakantiepark. Maar ja, over een paar minuten gaat het park open. En even genieten van de nieuwe intro. Dus tot zo. Ik sta nu bij het vernieuwde podium van die hebben ze vorig jaar opgeknapt. En dit stuk, er was eerder een hele grote plantenbak, maar daar hebben ze een tussenpaadje gemaakt. Dat vind ik heel slim, want in het verleden gingen daar heel veel mensen doorheen. En dat was natuurlijk niet goed voor de planten, maar nu hebben ze daar goed over nagedacht. En waarschijnlijk is het al een stuk van het hek, dat hebben ze nu ook vernieuwd. Wel heel leuk. Dus we hebben ze goed over nagedacht. Ik wou even een ritje maken in de Mine Train, maar dan zie je nu bij de Repsol Falls. Gadverdamme, wat vies water zeg. Echt waar, het vieste water wat ik ooit heb gezien. Want in Hellendoorn is het veel schoner bij de Wildwater van de Soengai Kalimantan. Nou ja. Ja, het is lekker weer. Misschien ga ik nu hier straks nog een ritje maken. Maar in ieder geval, we gaan nu naar de vernieuwde Mine Train. Zo jullie het kunnen zien, is het opnieuw geschilderd. Dus het is net 9:55. Dus we gaan maar een ritje maken. We zitten nu in de Mine Train. Deze afbaan is afgelopen winter geschilderd, opnieuw. Want hij is niet nieuw. Hij staat hier al bijna 22 jaar, minstens. En daar gaan we. Dit stuk is vooral opnieuw geschilderd. Want afgelopen winter was ik hier eventjes. En er was het toen half rood, half grijs. Dus door naar. Nou, dat was lekker een ritje in de Mine Train. En wat moet ik ervan vinden? Hij is schoon, de oude. Alleen dan natuurlijk opnieuw geschilderd. En het is lekker weer. Dus, het is echt rustig. Rustig de dag Slaghaar. Rustig de dag Slaghaar ooit voor mij. En wat gaan we nu doen? Ik weet het niet. Dus ik zie jullie bij de volgende attractie. In de vorige video waren ze hier nog mee bezig, maar de Repentance heeft een nieuw podium gekregen. Nou, het ziet op zich wel heel leuk uit, op een mooie locatie. Dus door naar de volgende attractie denk ik. En dat was een lekker ritje in de Gold Rush. Ja, het is een beetje gek. Maar je mag niet filmen in de Gold Rush. Dus daarom even zo. Maar ik vind het echt heel jammer dat ik niet mag filmen. Dat was bij mijn vorige Slaghaarbezoek ook. Dat mocht ik ook niet filmen. Het is echt zo jammer. Want je mag bijna geen attractie meer filmen. Bijvoorbeeld in de Kamerbaan niet. In de Gold Rush niet. Maar er zijn ook veel meer attracties die dat doen. Door denk ik naar de volgende attractie. Gaan nu de Red Bandits eventje in. Dat is de nieuwste, dus het is een vernieuwde Wild West eventje. En die mag je tenminste wel filmen. Dus tot zo.
komen in dat water. Ah, oh, gadverdamme. Vol omhoog. Ik weet niet hoe ze dat doen met dat water, maar echt waar. Zo knap hoor. Ik denk dat het een zo'n installatie is. Die vleermuis, jongen. Oh, wat is dat mooi. Wow. Zo'n helikopterding. Denk ik. Erg mooi. Daar staat een gebouwtje en die is nog wel overgebleven van de Waldwestenventje. Wel leuk als knipoog. Speciaal voor Ruben Koet is hier ook nog vuurwerk. Mooi hoor. Dat was een lekker eentje in ik wou bijna zeggen Waldwestenventje, maar in de Red Bandit Adventure. Ik sta nu bij Walt Wings. Ik vind het op zich een hele rare naam. Maar dan moet ik altijd denken aan die attractie in Duinruil. Waar je zelf over de kop kan gaan als je dat wilt. Maar ja, het is lekker rustig. Dus we gaan denk ik gewoon even een ritje maken in de kabelbaan of zo. Ik sta nu vlakbij de ingang. En hier heb ze een vak met allemaal plattegronden in Nederlands. En aan deze kant Duits. Heel slim. Want vroeger was dat alles door elkaar heen en is het nu mooi gesorteerd. Nou, mooi. Goed gedaan. Er is heel wat in de sale, namelijk ook een Goldrush armbandje. Deze kost 2 euro. Ja, dat is mooi in aanbieding. En we staan nu even bij de Passepartout Explorer. En hier ga ik even wat over vertellen. Ik sta hier natuurlijk ook bij de Passepartout Explorer, een hele lastige naam. En dit was vroeger, toen ik 7, 8, 9 jaar was, was dit vroeger mijn lievelingsattractie in Slaharen. Dat kwam ook omdat je gewoon zelf mag sturen en zo. En dat was vroeger echt mijn ding. Auto was sowieso al mijn ding. En dat was net zo in Duinenzaten, hebben ze ook net zo'n verkeerspark. Maar dat was natuurlijk van verkeerspark Assen. En daar kon je ook rijbewijs waren hier ook. En dan kon je ook je eigen kentekenplaat laten maken. Eigenlijk is alles hetzelfde hier in Slaharen, ook die kentekenplaat. Dat is verplaatst naar de Main Street. Dus, ik denk dat we even een ritje gaan maken in de Pioneer Express. Die komt er net aan, dus tot zo. De koning Pioneer Express 63, Eten en Entertainer. Naar uw linkerhand ziet u het kantoor van de heer Lemboom. Op de kaart achter in het kantoor hield hij bij waar zijn bedrijf in het land verbleef. En in een van die kasten liggen grote zakken van de eerste 24 vakantiehuisjes. De gasten vonden het erg bijzonder dat er gewoon bij hier de Goldrush, een hypermoderne triple launch coaster, die maar liefst 2 inversies kent. Heeft u al een ritje gemaakt? Nou, mij niet gezien bij het waterpark of het bergpad. Ook een idee van meneer Bembo. Tegenwoordig is het waterpark groter en noemen we het Aqua Mexicana. Je treft er zelfs een heerlijk zandstrand. En daar rechts ziet u de White Water. Ik ben net op de foto geweest met de nieuwe René Reuzi. Nou ja,
Wat moet ik ervan vinden? Ja, ik vind de vorige waren wel mooier. Die waren veel knuffeliger. En ik denk dat we een rietje gaan maken in de Apollo. We zitten nu in de Apollo. Deze is ook een hele oude attractie in Slagharen. Maar ja, we gaan hier nog een klein omrijden. Een ritje maken in de kabelbaan. Die ga je van Expedition Nautilus tot de Gold Rush. Dus tot zit nu in de kabelbaan. En dan gaan we richting de Gold Rush. En we zien het vanzelf waar we eindigen. Dus tot zo. Eindigen dus bij de molen. Okay. Wie er in 2021-2022 was, herkennen dat het bord van Randy en Rosie, dus de oude Meet & Greet punt, hier gewoon staat. Het is eigenlijk een soort recycling, dus dat is wel grappig. En dan staat hij nu bij het huis van Randy en Rosie, zogenaamd, de molen. Het is ook een leuk feitje, dit is ook de enigste molen ook maar in Slagharen, in de gemeente Hardenberg. Nee, niet in de gemeente Hardenberg, want ik woon er zelf. In het dorp Slagharen, want Slagharen is niet alleen een attractiepark, maar ook een dorp. Maar we gaan daar even binnenin kijken. Wie nog post heeft voor Randy en Roosje, kan die achterlaten. Het is meer papier en zo. We gaan nu een ritje maken in de Doolhof. Nou, ritje, rondje. Beware of the word bandits. Maar even kijken hoe wij eruit komen. Dus hier moet je juist niet naar links, want dan is het dood. Dat is rechts. Hier naar rechts. Dit is links. Gek. En zo knol. Hier, moeten jullie. Ik denk dat hun dat ook even moet veranderen, want nu zijn het natuurlijk nieuwe mascottes. Even een tip voor mij hoor. Het duurt te lang. Hier, Ramstein. We zijn er hoor. Eindelijk. En dit was de video voor vandaag. Nou, een dagje Slagharen, niks mis mee. Lekker rustig. Normaal is het. 1000 man, 10.000 man. Ja, voor mij rustigste dag van Slagharen ooit. Dus dat is mooi. Daar gaat de Mindtrain net. En hier vanuit Slagharen wil ik zeggen bedankt voor het kijken. En tot de volgende video weer. En wil je ook werken in Slagharen? Dat kan. Dat linkje zou ik hier in de beschrijving zetten. En bedankt voor het kijken. Tot de volgende video weer. Ciao. Hier, Ramstein!